Helemaal. Leuk dat je kijkt naar deze nieuwe video. En vandaag hebben we LOL Surprise! Yes, en vandaag hebben we een hele leuke. Ja, want we gaan... je ziet heel veel leuke LOL Surprise spulletjes staan. Ja, maar er vallen er toch twee zeker weten op. En dat zijn de voorste. Ja, de Boys Series en de Sparkle Series. Ik weet niet wanneer de Boys Series, series in de winkel komen. Nee. Ik weet wel dat de Sparkle Series nu al te koop zijn bij bepaalde Intertoys winkels. Dus het is een rennen naar de winkel. En wij hopen natuurlijk dat we... Unicorn krijgen. Ja, pak hem aan. Nou, zo ziet deze bal eruit. Hij is super, super mooi. Ja. Ja. Hier kan Unicorn in zitten dus, maar ook Punkboy. En ja, die wilden we nog heel graag. Ja, dus gaan we met deze beginnen of de Boys Series? De Boys. Oké. Oké. Nou, de Boys Series zit echt in een bal. Net zoals de allereerste series. Ja. Met vakjes overal. Dus we beginnen weer vanaf het begin. Ja, heel van ouds. En hier kunnen dus alleen maar jongetjes in zitten. Ja. Dat is wel apart, hè? En die horen dan weer bij de popjes van... Meisje? Ja. Ja? Er kan zelfs een King Bee in zitten. Nee. Ja. Dan moet je wel een gouden bal hebben. Ja. Nou, we hebben weer een pinset. Hier is de pinset. Oh, wacht. Ik moet het even, laten zien. Oh ja, het is basketball. Een basketbal in plaats van een... Stond er altijd een hartje op? Zo bij de meisjes, ik weet het niet. Oké, pinset. En dan hopen we dat het schuurstripje... Here we go. Oh, dat moet vastpakken. Of niet? Oké. 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 Val mee, valt mee. Oké. Okay. De hint. Pak je de hint? Ja. De volgende staat deze. Deze. Oh, die wil ik hoort hebben. Erbij? Dat weet ik niet. Maar die wil ik hebben. Wordt die niet bij Swag? Dat zou maar zo kunnen. Ja. Want dat lijkt nog wel een beetje. Oh. Wat is de hint? De hint is. Zo. Oh. Fancy pants. Nou, moet je even eerst even goed laten zien. Oh, fancy pants. Moet zorgen dat het plaatje niet gekreukeld staat, anders kun je het niet zien. Nee. Inderdaad, fancy. Pants. Nou, ik ben benieuwd. We hebben dit nog nooit gehad, dus... Nee. Pam, 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 pam. Ik weet ook echt niet wanneer deze in de winkel komen. Deze hebben wij dus uit Amerika, hè? Via Melody's Treasure Box. Ja. Dus jullie... En ze komen in Nederland, dus hier zitten de stickers al onder. Stickers! Ja. Deze bal, deze weer een ronde bal, dat geeft me oude herinneringen. Oeh! Ja, zo zijn we begonnen, hè, met LOL Surprise. Oh, de stickers. De stickers, wat kunnen ze allemaal doen? Hetzelfde. Kijk, ja, nee, ja. Huilen, spugen, uit de oortjes spuiten, plassen en verkleuren. Ja, dus toch? Gewoon dezelfde. Ja. Nou, leg me weer neer. Ja. Nou, dat staat. Nou, ik ben wel aan de rol. Oh, deze vind ik eigenlijk echt wel heel stoer. Ja, ik ook. Die dreadlockjes en zo lijkt het wel. Oké. Okay. Aloha, boy. Oh, bro. Oh, er zit er ook eentje in die hoort bij coconut. Echt? Hoor je die? Oh, het is een blauwe bal. Oh. We hebben dus geen King Bee. Maar maakt niet uit, want ik denk dat de rest net zo leuk zijn. Nou, ik zou King Bee wel heel gaaf vinden als we dan Queen Bee nog krijgen. Want er komen ook een soort pakketjes met huisjes met meubeltjes. Nee. En daar zit Queen Bee gewoon bij. Dus dan maak je sowieso kans. Nou, dan weet je gewoon al wat. Oké, dit scheurt echt weer lekker weg. En hier is het eerste zakje. Ja. En gelijk uitknippen. Ja. We hebben toch nog geen kaart. Nee. Nou. En wat zit erin? Oeh. Hé, die komt me bekend voor. Ik heb laatst een video bij Evelien Maureen gekeken. Ja, is het een leuke? Ik denk het. Ik weet het niet meer welke het was, maar het flesje komt me zo bekend voor. Oké. Zet je hem neer? Ja. En dan de volgende. Er staat hier ook nog één op. Oh, wacht. Ja, oh, dat is hem. Die hoort... Ja, hallo. Een staartje. Oh ja, wat stoer. Oké. Sorry. Oh, deze hoort bij dinges. Teacher pad. Ja, dit is volgens mij Swarty pants. Oh. Dus. We hebben fancy pants, dus. Oh, hier zit een zakje. Oké. Kom maar. Hier. Ik weet het al. Ja? Ja. Is het een leuke? Ik weet niet of we deze al in het meisje hebben. Volgens mij niet. Oh, dan weet ik het. Deze had Evelien Maureen. Oké. Okay. Het zijn hele chique schoentjes. Ja, dat zie ik. Oh, gimme de shoes. Zo. Ik vind het niet de leukste. Nee. Maar ik vind het sowieso leuk dat we eindelijk een keer een jongetje krijgen. Want we hebben nog helemaal geen jongetje, toch? Nou, alleen die ene van die twee limited edition ballen. Ja, en we hebben een klein jongetje. Ja. Want we hebben een Little Punk Boy wel.
Oh ja. Pizza backdoor, zeggen we altijd. Want het is namelijk een pizza. Ja. Oh, wat staat erop? Dat weet ik niet meer, want ik laat hem vallen. Ik maak het zakje vast open. En ik heb de kleertjes. Tadaa! Chique, chique kleren. Oh. Dit zijn hele chique kleren. Er staat ook een Franse lelie op. Die jas lijkt op Louis Vuitton. Ja, nee, het is een Franse lelie. Echt? Ja. Wauw. En de pizza back door. Ja, maar daar staat wat in. ABC. Nee, yo, B, just oh kidding. My, G, OMG, I don't know. Allemaal afkortingen. Ja. Nou, pak je. Oké. Okay. Dan gaan we de bal openen. Toch? Ja. Oké, okay, 3, 2, 1. Old fashioned style. Deze wil ik hebben. Ja, hoor, de kaart. We hebben natuurlijk weer de hanger. En we gaan de kaart nog niet laten zien, hè? Nee. Want dan weet iedereen het gelijk. Kan ik de bal weer op? Ze hebben wel leuke. Ja, ze hebben hele leuke. Ja. En je kunt de bal natuurlijk weer ouderwets aanhalen. Nou, daar heb ik er ooit een keer een kerstboom mee versierd. Vol met ballen met een adventskalender voor Jess. Ja. En zo kun je erin zetten als je maar de pizza backdoor er onderweg haalt. Want dan kan die plat staan straks. Nou, zal ik de pop pakken? Yes. Oké, okay. Scar. Ik denk niet dat het nodig is. Mag ik kijken welke hoe die heet? Ja. Spieken. Ja. Komt-ie. Oeh, ik vind het haar wel heel cool. Ik vind hem super cool. Want ik vind het haar vind ik echt... Dat had ik niet verwacht, joh. Nee, ik had echt... Dit is, laat me zien. His Royal High. En ik weet al van welke dit is. Van, His Royal Highney. Oh. En die komt van Royal Highney. Ja. Alleen nou is het een his. Ja. En kijk welke er nog meer zijn. Dit is dus Kingly. Kingly. Die is echt stoer. Ja. En deze wou ik dus hebben. Sunny. Maar hoe hoort die dan bij? Ja, ik denk dat niet. En is. Nightfall. Is dat bij die donkere en die... nee, ik denk het niet. Ik weet het niet meer. Oh ja! Ja! Ja. Dit is de opposite. Oh ja, van de opposite van club. Dusk and Dawn. Ja, Dusk and Dawn-achtig. Sunny dat en wil ik niet zo wel hebben. Luau, die hoort dus bij Coconut Cutie, is dat toch? Ja, Dance Club. Die... Ja, Dosey Dude, die hoort bij... Ik denk dat ik het weet. We hebben haar wel. Ja. Deze vind ik heel cool. Oh, die Boy is Next Door. Cool. Echt retro. Ja, hoort die bij dan? Die is nog nieuw. Oké. Okay. Smarty Pants. Teacher Pet. Teacher Pet. En we hebben dus Royal Honey. Ja. We gaan hem straks pas aankleden, want we willen hem natuurlijk eerst in het water houden. Maar we gaan natuurlijk eerst de Sparkle Pop uitpakken. Yes. Wat ik wel nog even op wil wijzen, is dat het een jongetje is. En dat kun je ook echt zien. Het heeft namelijk een pili, zoals wij dat zeggen. Oh. Ja, daar kun je moeilijk over doen, maar het is er nou eenmaal. Het was me nog niet eens opgevallen trouwens. Dus... Mij wel. Nou. De Sparkle Series. Deze zijn net zoals die kerstballen die we toen hadden vorig jaar. Niet de Glam, maar de Glitter Serie. Ja. Want normaal kon je aan het touwtje al zien welke kleur je had. Maar dat is dus niet meer zo. Nee. Ze zijn er wat slimmer in geweest. Nou, dat is dus... Kijk, het lintje zit er ook aan. Dan kun je dus... Waar is mijn mokje gezet? Puur de handen. Dan kun je hem dus ophangen. Oh. Pinzetten zijn echt handig. Zo. En wij hopen natuurlijk op een unicorn. Maar deze zit dus net zoals die kerstballen van vorig jaar in papier. Ja. Ja? Ja. Ik zeg gewoon heel makkelijk. Van dat mooie papier. Kijk, hier staat ook een diamantje op in plaats van een basketbal. Oeh, pretty. Niet alsof het voor jongens is dat je mag basketballen. Nee, meisjes ik vind basketballen ook leuk. Ja, oh, in één keer. Bijna. En ik stootte ervan tegen elkaar. Okay, je wacht. Ja. Nee, ik heb hem echt. Oh. Oeh. Is dat bonbon? Nee, ja. Nee, of... Nee, ja, dus... nee, die... Dan. Ja, dusk en dan. Is het dan? Is het dan? Ja, het is dan. Je hebt dusk ook. Je moet eens kijken naar papier. So pretty. Oh, so pretty. Dat is echt heel cool. Hint. Let me see. Wat staat erop? Time to shine. Ja, dat is natuurlijk een beetje apart. Want alle ja, glitterballen zijn shine. Oh, kijk. Aan deze kant staat Dawn. Dusk. Oh, die bril. Dan, dit is dusk. Die bril. Op haar hoofd. Net zoals jij. I want it. I know you want it. I know you like it. Ja, precies, ja. Oké, deze gaat niet in één keer. Wat hebben we voor kleurballen? Roze. Roze. Ja, ik kan je vertellen, unicorn zit niet in goud of zo. Oké, het is in de vorige ballen in de series waar ze niet sparkly was, ook nooit goud geweest.
Ze is alleen schijnbaar heel moeilijk te verkrijgen. En Punkboy zit ook niet in een gouden bal. Ik heb geen idee. Dus we hopen gewoon op een... Stickertjes kunnen ze ook verkleuren. Ja joh. Terwijl ze onder de glitter zitten. Ja, kijk, hier heb je dus Dusk en Dawn. Oh, dat truitje. Dit is Dawn. Ja. Toch? Ja. Wake up and sparkle. En dit is Dawn. Glitter like the night sky. Die hebben we allebei. Hebben die kleintjes ook? Ja. Oké. Dus als we die nou krijgen... Nee, dat wil ik niet. Ik wil unicorn. Ja, ook. Oh, deze zit heel erg vast. Oh, je zit een dubbele laag. Ja, maar je trekt meteen die andere plastic laag. Ja, er zit een dubbele laag op. Tada. Ik weet niet waarom dat is. Ik ook niet. Maar goed. Waarom zit hier nou nog een plastic laag omheen? Ja, inderdaad. Save the turtles, zegt de interstent. Oké, ik denk wel... Even voor de duidelijkheid, wij doen al het plastic bij ons plastic afval. We hebben speciale containers daarvoor. Inderdaad, dus we scheiden het afval met plastic. Dus, Maar het is niet rond. Nee. Het is... Je ziet onze lampen nou heel erg mooi. Wat maar... is het? Kijk, hij is niet rond. Het is... Een beetje ovalig. Ik mag het... Ja, dat weet ik niet. Wat wel leuk is, is dat je kunt er wel in staan. Ja, inderdaad. Oh, hij is niet rond, omdat... Ja, dan... Oh, ik vind het zo zetten. Leuk. Dit doet me ook denken aan een hamburger. Maar... Ja, van een cheeseburger. Ja. Nou, ja. Oeh. Oh. Kijk die zakjes. Kijk die met de kaart. Hier is altijd heel erg gefocust op de kaart, maar ik vind dit wel heel mooi. Er zit een hele leuk in. Ja, tuurlijk zit er een leuk in, anders wil ik hem niet. Ik heb vanuit Amerika laten komen. Laat maar zien. Bam, bam, bam. Ja, de specialen. Independent Queen en Boss Queen. Nou hebben we die allebei ook in het normaal. Dus voor mij hoeft die niet. Voor mij hoeft Dusk en Dawn ook niet. Want die hebben we. Hoewel ik deze pakjes wel heel leuk vind. Ja. Show Baby hebben we ook in het echt. Cool. Maar Unicorn, Pharaoh Babe. En deze twee. En wacht, Punk Boy hebben we nooit gehad. Go-Go Girl wel, maar die is, wel is leuk. Heel gaaf. Die bril, kijk even naar die bril. Ja, vierkant en ronde. Snuggle Bay. Die is wel leuk, maar ik hoef hem... VR Cutie is jouw favoriet altijd geweest. En deze vind ik heel cool vanwege de bril. Lamsternaut. Oké. En dan... You Glow Girl. Allemaal Bling goed. It On. Allemaal we hebben 1. 2. 3. 4. Hier zit een pop in. En 5. Wat zit hierin? Accessoire. Of een flesje. Wat is dit voor accessoire? Ja, weet je. Ik wil het voelen. Ik ben nou nieuwsgierig. Ja, maar sommige dingen kun je ook niet zien op de kaart. Ik kan hier helemaal niks van maken. Oké, laten we het gewoon... Beginnen met het flesje? Ja. Ik heb denk ik geen schaar nodig. Nou, dan ga je het gewoon open. Wat een mooi papier, jongens. Ja. Zie je niet? Heel mooi. Nog niks zeggen als je denkt dat je het weet. Ik weet het niet. En die pakt de kaart er gelijk bij. Wel een heel mooi flesje. Heel mooi. Dat vind je niet dan? Ik vind hem super cool, want hij is doorzichtig en hij glit. En ik heb hier schoentjes. Ik was gewoon even heel erg vragen. Ja, schoentjes. Kan dat ook. Ja. Oh my god, dat zijn rolschaatsjes. Ja. Nou, Indy is helemaal happy, want ze weet al welk het is. Ja. Weten jullie het ook? Laat het even weten in de reacties. Gok alvast maar. Het mag nu. En doe gelijk even een duimpje omhoog. Doen, 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 doen. Deze zijn heel cool. Deze vind ik super mooi. Ja, echt heel mooi. Als jullie het nog niet weten, ik hou super veel van rolschaatsen, dus het is echt... Ja. Even kijken, een pakje. Oké, ik wil deze. Nou, mag je deze doen. En nu moeten jullie het wel weten, als je goed naar de kaart hebt gekeken net. Oh my god. Echt heel mooi deze strik. Die schoen is op. Oh, het is geen unicorn, maar... Het is wel een die heel mooi is. Indy wil heel graag deze. Nou, dan komt het pakje dan. Nagels passen er weer goed bij vandaag. Super mooi. Sorry, ik vind deze toch te mooi. Deze is zo mooi. Ik vind het helemaal niet echt dat we deze hebben. Super mooi. Die regenboogmouwtjes. Echt heel mooi. Oh, deze hele outfit is nou. Lang. Daar gaat hij dan. 3, 2, 1. Tam, 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 tam. Tam, 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 tam. Kijk hoe mooi. Het is Dawn. Het is Dawn. En dan haar beentje zat heel scheef. Zo.
Kijk nou hoe leuk dit haar. Oh, echt van Crystal Queen. Ja, een beetje zo. Kijk die roze wenkbrauwtjes. Er zit een hele gezichtje onder glitter, maar ze zijn natuurlijk in het zakje gezet. Kijk die sokjes. Oh. Echt heel retro. Ik vind het echt heel... Het is niet van een retro club of zo, maar... Nee. Was ze ook nooit, maar op een sides club. Maar ik vind haar echt heel mooi. Ja. Wauw. Nou, ze past zelfs eigenlijk wel een klein beetje bij Royal Honey. Ship. We ship them. Wat? We ship them. We ship them? Ja, dus we vinden ze leuk samen. Zo. Oh, oké. Okay. Oké, okay, no. Maakt niet uit. Oké okay, dan. Ik ben heel erg benieuwd hoe ze dus zometeen, wat ze gaat doen. Ja, we gaan even water pakken. En dat een handdoekje. Handdoekje. We willen nog even zoeken naar een zeil voor de onder, want... Ja. We hebben nou karton eronder staan, zodat het mooi wit is, maar het is niet heel handig. Is dat de koude? Oh nee, dat is de koude. Ik dacht dat heel... Heel voorzichtig, maar je kunt altijd zien dat het eigenlijk koud is. Want dan is het glas dus... Ja, dat is warm. ...beslagen. Ik draai me een beetje bij. Oké, okay, welke gaan we eerst doen? Wil je die doen? Kan die verkleuren? Waar is de kaart? Ja, wacht. Waar heb je die kaart gedaan? Oh, hier. Hier. Oh. The boys. Royal Honey. Nee, hij kan alleen maar huilen. Oh. Nou, zullen we het even proberen? Ja. Wel in het kou graag. Oké, okay, dat was goed. Oké, okay, gaat goed in die. Die. Hou maar. Dan moet je het ook weer in het glas laten spugen, please. Of kan je alleen... Wat zei ik nou? Huilen. Huilen. Nou, dan moet je even genoeg wachten. Kom. Oh. Even helemaal. Oh. Knijp. Je kunt het ook met flesje doen. Doen we nooit. En zuig. Slurp het op. Erin. Even kijken of hij genoeg heeft. Hallo? Nou, hij heeft een groot hoofd. Gaat veel water in. Kijk nou. Oké. Okay. Oké, nou moet er genoeg in zitten. Hallo? Nou, deze baby houdt niet van huilen. Oh, wacht. Je kunt het onder water wel zien. Hij heeft nou wel een deuk in zijn. Lijkt net alsof hij nou hele grote hersens heeft. Oh nee. Nou, dit is wel weer een van de grappigste LOL-video's. Huil nou dan. Jankat. Oh, ja. Hij huilt. Hij vindt het verdrietig dat we zo met hem omgaan. Hij vindt het helemaal niet leuk dat wij zo met hem omgaan. Kijk, hij spuit het. Doe je hand er eens achter. Je erachter, schatje. Oh, ik zou ook verdrietig zijn. Lastig. Kijk, hij komt uit één oog. Hij is zo verdrietig. Hij kan namelijk maar gewoon uit één oog huilen. Want hij zit namelijk propvol water. Dus dit gaatje zit niet goed open. Nou, ik zou ook verdrietig... Zie hoeveel water er nog uitkomt. Het komt omdat hij het niet weet. Maar ik zou ook verdrietig... Hoor dan. Hij kan heel hard huilen. Ik had het best leuk gevonden als een jongetje kon plassen. Nee. In dit geval. Ja, sorry. Het is heel interessant. Maar hij verkleurt dus niet. Ook niet in heet water. Nou ja, ik had het zelf ook niet leuk gevonden. Maar als iemand een deukje erop... Maar wat kan Dan? Die kan... Dan kan huilen of plassen. Huilen of plassen. Waarom kan zij nou weer plassen en hij niet? Ja, maar ik vind het zo zonde altijd met die glitters in het water. Nou, we gaan het gewoon proberen. Oké, je zegt dat je kan plassen. Oké, eerst even heel voorzichtig. Nee. Nee, oh, ze gaat huilen. Nou, dat is niet de enige vandaag. Ze vinden het allebei niet leuk. Even ja. Inzoomen. Ik zit een beetje met mijn arm voor het licht. Oh, ja. Maar, wacht even. Zo. Doet ze? Doet ze? Nee. Ik laat het even van het water zien. Ja, dat zie je heel duidelijk. Nou, zie je duidelijk, hè? Er komen allemaal bubbels omhoog. Oh, zij houdt wel met twee oogjes. Zie je dat? Ja. Neem een voorbeeld aan haar. Ja. Royal Honey. His Royal Honey. His Royal Honey. We gaan ze even afdrogen. En dit zijn ze dan. Ja, en ze zijn super mooi. Ja, en qua kleuren passen ze ook best wel mooi bij elkaar. Ja. Vind je niet? Ja. Ik vind Dan echt heel mooi. Ik ook. Ik had natuurlijk Unicorn heel graag gewild. Ja, maar ik vind Dan ook mooi. Echt super mooi. En Royal Honey, ja, het is niet onze smaakstijl. Nee. Want we hebben, ja, dit is His Royal Honey. His Royal Honey. Maar die hadden we ook nog niet in meisjesvorm. Dus nee. Dat is ook even anders voor ons. Maar toch vind ik dat ze juist wel weer heel erg leuk bij elkaar passen. Ja, dus op zich... Hebben we een goede match. Ja, goede match. Toch? Nou, vonden jullie deze video nou leuk? En willen jullie meer Sparkle series zien? Want die ga ik sowieso aanschaffen. Want de jongens heb ik nog niet gezien. Maar de Sparkle series al wel. Ja. Dus ja, willen jullie meer zien? Doe dan zeker weten een duimpje omhoog. Het codewoord is... Sparkle. Yes. En als je niet weet hoe je het moet schrijven, staat in de titel... Druk op de abonneerknop yes, en op het belletje, zodat je geen enkele video hoeft te missen. En abonneer je hier
op ons kanaal. Woe! Yeah. Helemaal bedankt voor het kijken. Mwah.